De zondag is voor ons een moment waarop we samen zijn. Mevrouw is al heel lang ziek. Dat heeft een grote impact op ons gezin. Maar we maken er het beste van. Het lukt ons alleen niet goed om naar de kerk te gaan. Door naar de dienst van Hour of Power op televisie te kijken, horen we toch iedere week dat we geliefd zijn door God. Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen die boodschap meekrijgen. En niet alleen zij, maar we zouden willen dat alle mensen in Nederland horen en weten dat God ze niet vergeet. Dat ze geliefd zijn. Daarom zijn wij donateur van Hour of Power. Laat Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen ze blijven uitzenden en de boodschap van liefde in elke huiskamer brengen. Ga naar hourofpower.nl of bel 035 538 0588 en word donateur. Een oproep om donateur te worden. En waarom dat nou zo belangrijk is, dat bespreek ik met mijn goede vriend en directeur van Hour of Power, Chris. Chris, 1164 afleveringen inmiddels. Ja, onvoorstelbaar. Mooi, hè? Ja. En het einde is nog lang niet in zicht. Maar waarom hebben donateurs nodig? Nou, donateurs zijn nodig om te kunnen uitzenden. Uitzenden op de commerciële zender, dat kost geld. We zenden uit op RTL 5, op Family 7, we zenden uit in Suriname, maar ook alle online activiteiten. En dat willen we lang blijven doen. Daarnaast is het zo dat per jaar ongeveer 1000 mensen afvallen, die overlijden, financiële oorzaken of ze besluiten om ergens anders aan te geven. Dat is logisch, houden we ook rekening mee. Maar het is wel noodzakelijk dat die 1000, dat die aangevuld worden met nieuwe donateurs. En daarom is het zo belangrijk dat we ieder jaar campagne voeren. Ja, als ik praat over donateursbijdragen, dan kun je met een heel klein bedrag beginnen, maar je kunt ook meer geven natuurlijk. Zeker, dat ligt aan de mensen zelf, ja. Absoluut. Ja, we zijn overal dankbaar voor en blij mee. Ja. Je krijgt dan regelmatig als Hope Magazine in de bus. En dat is natuurlijk ook leuk om zo betrokken te blijven. Ja. Als we nou terugkijken naar vorig jaar. Hour of Power, de meest bekeken televisiekerkdienst in Nederland in coronatijd. We zijn veel bekeken. De kerkdeuren waren natuurlijk gesloten. Dat is een verdrietig gegeven. Maar Hour of Power was in die zin elke zondag open. En dat hebben we gemerkt. Ons bereik is enorm gegroeid. Echt enorm. Zowel op televisie als online. Zo zijn we in 2020 vergeleken met 2019 zijn we gegroeid met 200%. Dat is echt enorm. En dat zet zich alleen maar voort. Dat zien we nu ook. We zijn veel bekeken. Ja. Jij bent een visionair. Je hebt een app ontwikkeld die het allemaal heel makkelijk maakt om een toespraak van Bobby, een interview, een 1 minute terug te zien en alle andere informatie. Klopt, ja. Nee, daar zijn we inderdaad heel trots op. Dat hebben we met het team gedaan. Het is echt een hele mooie app geworden. En wat ook mooi is, is dat je via de app heb je een gebed van de dag. Kijk, zoals het gebed van de dag. Heer, help me om u overal in te herkennen en te voelen. Ja. Nou, dat soort gebeden, die heb je elke dag. En die kunnen mensen ook elke dag op hun telefoon. Dus 's ochtends vroeg als notificatie kunnen ze die binnenkrijgen. Maar daarnaast wat je zegt, inderdaad, de interviews zijn ook te zien. De 1 minute. Dus een hele mooie, compacte app. En een mooi middel om zo in contact met ons te blijven. Ja. Wat staat er dit jaar op het programma van Hour of Power? Ja, dit jaar. We zitten nooit stil. Nee, we zitten absoluut nooit stil. En we weten niet hoe de wereld eruit gaat zien. Maar wij gaan gewoon door met plannen. Zo hebben we in september de mooie Henri Nouwen-conferentie. Die nagenoeg is uitverkocht. We gaan naar Macedonië. En dat is iets waar we naar uitkijken. En we zijn voorzichtig ook aan het plannen om een kerstconcert te organiseren in december. Ik heb er wel weer zin in. Zo'n mooi kerstconcert. Ja, ik ook. Zangers uit Amerika. Absoluut. Nou, ja. Oké. Okay. Dankjewel, Chris, voor deze. En ik sluit me natuurlijk van harte bij deze oproep aan. En denk er nog even over na. Vrienden, welkom bij het YouTube-kanaal van Hour of Power. Hier vind je de interviews die ik mag hebben, inspirerende toespraken van Bobby Schuller en de muziek uit onze uitzendingen. En ik hoop dat de gesprekken die ik mag voeren met bekende en onbekende Nederlanders je ook zullen bemoedigen. Nou, ik nodig je uit om abonneerknop in te drukken op het YouTube-kanaal en zo met ons in contact te blijven. Tot ziens bij Hour of Power via YouTube.